Koning Jezus, wanneer we u aanbidden, heren, dan vallen ketenen af. Heer, dan zal angst moeten buigen. Heer, want hier en nu, waar u bent, verandert alles. Heer, dank u wel, Heer, dat u levens geneest, dat we hoop vinden het moment dat u binnenstapt. Jesus, you change everything. En Heer, we vinden het zo'n voorrecht om in uw tegenwoordigheid te mogen zijn en te mogen genieten van wie u bent. Heer, en als we zo uw woord openen, dan bid ik, Heer, dat het mag zijn, Heer, dat het echt ons harten mag raken. Heer, want iedere keer wanneer uw woord open gaat, verschijnt er licht. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En Heer, misschien nog het allermooiste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, dank u wel, Heer, dat uw woord mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten. Dat het wortel mag schieten, op mag springen. Vrucht mag voortbrengen die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Opdat u zichtbaar wordt in ons leven, meer en meer. Heer, dat vraag u in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen iedereen. Ik vind het echt leuk om hier te zijn. Echt. En allemaal jongeren die zingen. Ik word helemaal enthousiast. En dan ook nog leuke liedjes. Vind ik ook leuk. Wacht even, ik zet even mijn klokje aan, zodat ik niet te lang praat. Dat weten jullie nog misschien. Voor wie waren er bij in dat weekend of dat kamp? Toen had ik ook mijn klokje, weten jullie nog? Die heb ik nog steeds. 25 minuten, gaat helemaal goed komen. Ik heb het zingen net niet meegerekend. Dus dat is oké, okay, hè? Oké. Okay. Voor hen die mij niet kennen, mijn naam is Gilbert. Ik kom uit Haarlem, ben getrouwd met Sharon. We zijn de trotse ouders van 3 dochters. Isa, Fee en Lynn. Lynn was afgelopen vrijdag ook jarig. Dus ze deelt haar verjaardag met een hele belangrijke man van God. De bisschop van Leeuwarden. Nee. Nee, maar ik vind het echt leuk. Ze delen de verjaardag, wat leuk. En we mogen een gemeente leiden in Haarlem. Reconnect heet onze gemeente, Reconnect Community Church. En daarnaast mag ik betrokken zijn bij Youth Opwekking. Mag leiding geven aan Youth Opwekking. Ik weet niet of jullie ooit van Opwekking hebben gehoord. Het is een conferentie rond Pinksteren. En superleuk. En we hadden afgelopen jaar echt een heel bijzonder jaar. We hebben nog nooit zoveel jongeren gehad tijdens een dienst. Echt, afgelopen jaar hadden we tijdens onze drukste dienst 12.000 jongeren. En het gaat helemaal niet om aantallen, maar het gaat er wel om dat 12.000 individuele mensen tegelijk waren op één plek waar ze Jezus mochten ontmoeten en waar ze mochten horen over Jezus, bemoedigd mochten worden en waar het kon gebeuren, waar we net over zongen. Change fall, fear bow, here now, Jesus, you change everything. Weet je, dat gebeurde daar gewoon met 12.000 jongeren. Hoe vet is dat? Ja! En wat nog leuker is, dus nu zijn ze bezig om na te denken over een nog grotere tent. Want in onze tent paste er maar, tussen aanhalingstekens, 8.000-9.000 jongeren. Dus er stonden er 3.000-4.000 jongeren buiten. Dus nu krijgen we een tent voor 10.000-11.000 mensen. Er komt 10 meter bij. Dat ding is knijterbreed. Dus nu hebben we stiekem dus plek voor 15.000-16.000 jongeren. Want ja, het wordt toch wel weer vol. Dus dan gaan mensen weer buiten staan. Dan hebben we weer schermen. We hebben grotere schermen. We krijgen nog meer ruimte. En we hebben echt visie om nog meer uit te reiken naar jongeren. Om ze toe te rusten, weet je wel. Ja. En we willen, kijk, ik hou van zingen. Hè. Ik bedoel, als je me iets langer kent dan vandaag, dan weet je, ik hou van zingen. Maar er is meer dan zingen alleen. We willen jongeren echt onder het woord brengen. Want weet je, zingen, de muziek trekt vaak de jongeren. Maar wanneer ze in de tegenwoordigheid van Jezus komen en het woord wordt gepredikt, dan gaan de dingen veranderen. Weet je, dan bid ik echt dat Jezus geopenbaard wordt door zijn woord en levens verandert. Dus nou ja, dat is wat we mogen doen met Youth Opwekking. Bid voor ons, vooral de ouders, de ouderen, zeg maar. Bid voor ons, we doen ons best, we maken fouten, maar we doen ons best. We willen zo graag de jongeren toerusten, zodat ze in hun lokale kerk nog dieper geworteld raken en nog meer kunnen uitdelen. En als ik hier kijk en ik zie een heel jongere team, dan word ik zo enthousiast. Dan denk ik, dit is mijn droom voor Nederland. Dat jongeren de ruimte krijgen. En niet alleen maar de ruimte krijgen, maar ook echt mogen staan. Van alles mogen doen. Dat is te gek. Dus als dit je kerk is, je zit op een goede plek, man. Echt, serieus. Oké, dat was het. Nu ga ik echt beginnen met mijn preek. Ik heb als thema voor vandaag gekozen lopen in het water. En het leuke is, ik heb deze preek al een paar keer mogen houden. Het is een van mijn favoriete preken nu. Het is echt...
Het is echt een boodschap die al best wel lang in mijn hart leeft. En sinds kort dat ik er echt heel vrij over spreek. En iedere keer als ik dan zeg, wat als mensen vragen, wat is het thema? En ik zeg, lopen in het water. Zeggen mensen, oh, je bedoelt lopen op het water. Dan zeg ik, nee, lopen in het water. In het water. Het ding is, iedereen wil lopen op het water, toch? Iedereen, we hebben er liedjes over, we zingen erover. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Kent iemand het lied? Wherever you would call me. Weet je, we zingen erover en we vinden het geweldig. Maar als ik hier zou vragen, wie heeft wel eens gelopen op het water? In het echt? Dan gaan er denk ik heel weinig handen omhoog. En dan weet ik, dan kan je zeggen, ja maar geestelijk. Ja, is waar. Maar weet je, het verhaal van het lopen op het water van Petrus. Hè, ik bedoel, Jezus liep op het water, maar het verhaal ging als volgt. En misschien ken je het, misschien ken je het niet, maar het staat in Matthäus. Matthäus 14 kan je het vinden, vanaf vers 25 tot en met 31. Ik bedoel, Jezus was klaar met onderwijzen en op een gegeven moment zegt hij tegen zijn discipelen, gaan jullie maar alvast naar de overkant, ik kom eraan. Niemand vraagt zich af hoe Jezus eraan komt. Ze denken, oké, u zegt het, we gaan. En ze stappen in het bootje. Allemaal sterke mannen die echt weten wat ze moeten doen met water en varen. En dan komt er een storm en ze zijn bang. En ze denken, oh, we gaan dood en een beetje dat. En op een gegeven moment zien ze Jezus aankomen over het water. Dat staat echt in de Bijbel, serieus. En ze denken, het is een spook. Dus ik stel me zo voor dat in die boot, dat ze daar zaten, ze zien iemand aankomen en zeggen, waaah, een spook. Zoiets, denk ik. Echt, ze waren bang. En Jezus zegt, chill jongens, ik ben het. En het ding is, de Bijbel zegt dat de schapen van Jezus herkennen zijn stem. Dus eigenlijk hadden ze allemaal moeten zeggen, oké, Jezus komt eraan. Schat, we blijven zitten waar we zitten. Behalve één. En ik heb dat ook gedeeld afgelopen vrijdag. Nou, niet afgelopen, is alweer met Pinksteren, maar lang geleden. Dit is niet mijn preek trouwens, maar dit is gewoon de inleiding op de preek. Dus denk niet, oh, ik ken hem al, dus ik check uit. Nee, het wordt nog leuker. Maar behalve één, Petrus die zegt, Heer, als u het echt bent. Als u het echt bent. Zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet lopen. Jezus heeft nooit gezegd, ik ben het, kom naar me toe. Hij zei gewoon, ik ben het, ik kom naar jullie toe. Want dat had hij gezegd. Ik kom eraan. Maar Petrus, die koos ervoor om te zeggen, Heer, als u het echt bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet lopen. En Jezus in zijn genade, in zijn liefde, in zijn vriendelijkheid zegt, als jij dat wil, jongen, kom maar. Dat is wat Jezus deed. Als je me niet gelooft, lees het verhaal in de Bijbel. Het staat er echt. Misschien niet met al die extra dingetjes van mij, maar het staat er. En dan zie je dat Petrus loopt over het water. Hij kijkt naar Jezus, hij loopt over het water. Alles gaat goed. En dan zien we op een gegeven moment staan dat hij merkte op de golven. Hij zag de golven en hij voelde de wind. Dus de omstandigheden kregen grip op hem. Die kregen zijn aandacht. En toen begon hij te zinken. Probleem. Maar als Petrus gewoon had gedaan wat die 11 anderen hadden gedaan. Jezus komt eraan, chill. Is helemaal oké. Dan had hij nooit uit die boot hoeven te stappen. Hij was nooit gaan zinken. Jezus had hem nooit hoeven te redden. En dat doet me wel eens eraan denken van hoe vaak kiezen wij ervoor om uit de boot te stappen, terwijl we helemaal niet uit die boot hoeven te stappen, waardoor Jezus ons moet redden, terwijl dat helemaal niet eens nodig was. Dat is gewoon iets om over na te denken. En dat is het hele ding met lopen op het water. Ik zeg niet dat lopen op het water verkeerd is. Het is superleuk als je dat op je hart hebt en je wil dat doen. Er is genade. Loop lekker op het water. Maar we gaan het vandaag hebben over lopen in het water. En ik wil jullie meenemen naar een stuk uit de Bijbel, uit Jozua 3. En dan beginnen we te lezen vanaf vers 13. En dan lezen we hem door tot vers 17. Maar voordat we echt gaan lezen, even wat achtergrondinfo. Want als we dit stuk lezen, dan komen we aan bij het stuk waar het volk van Israël op het punt staat om de Jordaan over te steken. Want ze staan voor Jericho. Dus ze hebben nog de Jordaan en dan daarna achter zit Jericho. En ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, waarschijnlijk wel. Dat verhaal van dat ze om die muren moesten lopen, 6 dagen lang, niks zeggen, 1 keer telkens. En de 7e dag gingen ze er 7 keer omheen. En op een gegeven moment gingen ze juichen. Kent iemand dat? Ja, mooi verhaal, mooi verhaal. Maar dit is het stuk daarvoor. En je moet je voorstellen, 40 jaar lang zijn ze in de woestijn geweest. 40 jaar lang. Iedereen die uit Egypte was weggetrokken, was dood op 2 na. Jozua en Caleb waren de enigen die er nog waren. Die hele generatie was dood. Dus iedereen die daar was, op die 2 na, had de uittocht uit Egypte niet meegemaakt.
Belangrijke informatie. Maar wat ze wel hadden meegemaakt, is dat ze ieder jaar Pesach vierden. Ieder jaar werd het verhaal verteld over hoe God hen had bevrijd uit Egypte. En als je dat verhaal kent, dan weet je hoe dat ging. Ze gingen uit Egypte. Op een gegeven moment was de Rode Zee. En iedereen was bang, want de legers van Farao kwamen eraan. En ze dachten, ah, we gaan dood. Ik wilde weer dat stemmetje doen. Ah, dat was echt van, waar we maar gebleven? En Mozes die zegt, jongens, chill, relax. Hij ging praten met God. God zegt, hef je staf op. De wind komt, de zee splijt en ze gaan er doorheen. Dat verhaal hebben ze 40 jaar lang gehoord. 40 jaar, dat is lang. Ik bedoel, op de eerste drie rijen, wie is boven de 40? Oh ja. Maar snap je? Ik bedoel, dat is je hele leven bijna. 40 jaar, dat is lang. Ik ben dit jaar 45 geworden. Ik vind mezelf nu heel oud. Weet je wel? Niks ten nadele van mensen die boven de 45 zijn. Jullie zijn piepjong. Fris en groen zullen ze zijn, tot in lengte vandaag. Ze zijn allemaal jong. Maar anyway, 40 jaar is een lange tijd. Dus je hebt 40 jaar lang gehoord. Ja, er was water en God spleet de zee en we gingen er doorheen. En nu staan ze weer voor water. Want de eerste keer was water een barrière tussen Egypte en hun reis. En nu was water de barrière tussen hun reis en hun bestemming. En ik kan me zo voorstellen dat het hele volk naar Jozua keek toen ze dat water zagen. Hey, ga jij je zwaard opheffen? Want dat deed Mozes ook 40 jaar geleden. Ga jij dat ook doen? En komt er dan weer spectaculair iets moois? Maar nu gaan we lezen wat er staat in Jozua 3 vers 13. Want Jozua die kreeg op zijn hart om het anders te doen. Hij zei, nee, de priesters moeten eerst het water ingaan. Met de ark van het verbond op hun schouders. Vers 14 staat, toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, en de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten haar oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlakbij Zaretan ligt. Hierdoor werd de stroom in de richting van de Dode Zee, oftewel de Zoutzee, volledig afgesneden. En het kon het volk ter hoogte van Jericho oversteken. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, bleven precies in het midden van de rivierbedding staan. Terwijl heel Israël overstak, tot iedereen aan de overkant van de Jordaan was. Het volk was op weg naar Jericho en stond dus toen voor de Jordaan, die op dat moment heel hoog stond. En dan staat er dus in de Bijbel dat God het water wel stopte bij Adam en Zaretan. En als we dat zo lezen, denk je, nou, leuke informatie. Maar als je het zou opzoeken, Adam en Zaretan, dat lag ongeveer 25 kilometer ten noorden van waar ze waren. Dat is best een end. Dat is best wel ver weg. Ik weet niet of je dat weet, maar ik kijk niet 25 kilometer ver weg. Wat ik daarmee wil zeggen is, God deed een wonder, maar 25 kilometer ten noorden van waar zij waren. En het effect van het wonder, dat konden zij merken. Maar als God 25 kilometer ten noorden van die grote Jordaan het water stopt, dat duurt even voordat het water echt weg is. Ik weet niet, wie heeft hier een badkuip thuis? Als je dat badkuip vult met water en je haalt de stopper uit, dan moet je wachten, toch? Het is niet meteen weg. Bij iemand wel? Dan is hij lek. Dan is er iets mis. Maar het duurt even voordat hij leeg is. Stel je voor dat je een badkuip hebt ter breedte van de Jordaan. Is echt breed. En dan 25 kilometer lang. Dat duurt even voordat al dat water weg is. En wat wil ik daarmee zeggen is, die priesters stonden wel in dat water, maar ze zagen niks veranderen. Want het gaat heel langzaam. Ze stonden daar met de ark in dat water te kijken van, doet God al iets? En het volk zei waarschijnlijk, ja, God doet wat. Want zo zijn we meestal als we eromheen staan. Als we zien dat mensen ergens doorheen gaan. Ja, ja, God doet wat. Maar eigenlijk zagen ze ook niks gebeuren. Lopen in het water gaat erover dat je in gehoorzaamheid achter God durft aan te gaan. Zelfs op momenten dat je niks ziet gebeuren. En we zingen erover met liedjes als Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. Oh, jullie kijken me aan van welk lied is dat? Jullie kennen het lied wel, toch? Waymaker. En dan zingen we het heel blij. Maar als het echt gebeurt dat je niks ziet veranderen, niks ziet gebeuren, dat je niks voelt.
Hoe blij zijn we dan echt? Misschien zit je hier en bid je voor je klasgenoten op school of medestudenten en je ziet niks gebeuren. En denk je, hoe lang moet ik doorgaan met bidden? Want ik zie niks gebeuren. Weet je wel, maar dat lied herinnert mij eraan van, ook al zie ik niks, God is aan het werk. En dit stuk herinnert mij eraan, ook al zie ik niks, God is aan het werk. Want het probleem is, wat we vaak hebben, of laat ik het bij mezelf houden, wat ik vaak heb, als God een wonder heeft gedaan op een bepaalde manier, dan ben ik iemand, dan probeer ik dat heel snel, probeer ik dat een soort van te analyseren. Van oké, Heer, u deed een wonder, u deed dit, dit, dit en dit. Maar daarvoor deden we dit en dit en dit. Dus als we nu dit en dit en dit weer doen, dan doet u waarschijnlijk weer nog een keer dat. Weet je, want we proberen God zo vaak te begrijpen. En misschien ben ik de enige in deze hele zaal die dat heeft. Maar ik heb dat probleem soms, dat ik God probeer te snappen. Omdat ik hem gewoon heel vaak niet snap. Herkent iemand dat? Ja. Maar het ding is, God vraagt niet dat we hem begrijpen. Hij vraagt dat we hem vertrouwen. God vraagt niet dat we hem snappen, hij vraagt dat we hem leren kennen. En dat we zijn hart leren kennen, zijn karakter kunnen vertrouwen en op hem kunnen bouwen, ook al snappen we het niet. Want God is een God van nieuwe dingen. Iedere keer weer opnieuw. We zingen daar ook, we hebben zoveel liedjes. Als we gewoon onze liedjes zouden stilstaan bij welke liedjes we allemaal zingen, dan hoef je eigenlijk nooit meer te preken, want we zingen het al, maar we beseffen het vaak niet. Weet je, Eline heeft zo'n liedje, u maakt alles nieuw, alles nieuw, alles nieuw. Geen berg is te hoog, geen dal te diep. U maakt alles nieuw. Nee, deze kennen jullie niet, hè? Wel? Oké. Okay. Jullie mogen meezingen als jullie een liedje kennen, hoor. Ik vind het wel leuk. Maar anyway, alles nieuw. We zingen erover. Maar als God dan echt iets nieuws doet, dan denk ik, we snappen het niet. Want we willen hem altijd zo graag volgen. Wat ik heb geleerd is dat je de strijd met de uitdagingen van vandaag niet kan aangaan met de wonderen van gisteren. De wonderen van gisteren zijn mooi, die moet je onthouden, daar moet je over vertellen, die moet je delen met elkaar. Maar dat is zodat je genoeg geloof krijgt voor de uitdagingen van vandaag. En of je nou jong bent of al wat ouder, iedereen heeft uitdagingen. Iedereen komt uitdagingen tegen. Iedereen heeft het soms gewoon zwaar of heeft soms de krachten niet meer voor. Maar God is nog steeds diezelfde God die trouw is, die goed is, die betrouwbaar is en die nog steeds nieuwe dingen doet. Doet me een beetje denken aan wat staat in Jesaja 43, heel bekend stuk. En daar staat, ik ben de Heer die voor jullie een pad door de zee maakte. Ik stuurde het leger van de Egyptenaren achter jullie aan met hun paarden en wagens. Maar door mij vielen ze allemaal op de grond, ze stonden niet meer op. Het hele leger verdween als een kaars die opbrandt. Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen. Heb je het niet gemerkt? Ik maak een weg door de woestijn en ik laat er rivieren stromen. Dus gooi niet de wonderen van het verleden in een gereedschapskist om nieuwe uitdagingen mee proberen te fixen. Maar gebruik de wonderen uit het verleden als brandstof voor je geloof, voor nieuwe dingen vandaag. Ik geloof met heel mijn hart dat God nieuwe dingen wil doen. En wanneer wij staan voor die Jordaan, verwachten wij misschien dat God dus een zichtbaar wonder doet. Wanneer jij staat voor een uitdaging, dan verwacht je misschien dat God een zichtbaar wonder doet. En nogmaals, dat doet hij soms. En misschien doet hij het vaker dan soms. En daar mogen we op vertrouwen, die mogen we ook verwachten. Maar als je het soms niet ziet, heb dan het geloof dat God op dat moment misschien een wonder doet, kilometers ver van jou vandaan. Ver uit jouw zicht. Waar jij het niet ziet. Maar vertrouw hem. En blijf wachten. Wachten is een lastig ding, hè, vandaag de dag. Ik weet niet of je dat herkent. Maar mensen vandaag de dag zijn steeds minder geduldig. Het is echt, ik weet niet, vroeger. Daar kom ik al, ik ben oud. Maar vroeger, ik communiceerde vroeger met mijn opa in Indonesië. Hij is nu al overleden. Maar vroeger, toen ik nog jonger was. Ik was toen, ik denk, 8, 9 jaar. Schreven we brieven. Nou, dan leer je wachten. Want dan schrijf je een brief naar Indonesië. En dat duurde 1 week of 2 weken voordat het daar was. Dan las hij het. Schreef hij een brief terug. Duurde 2 weken weer. En na 4 weken had ik antwoord op mijn vragen. Mijn opa was dominee. Theoloog. En ik was als kind best wel een nerd. Ik vond het heel leuk om dingen over de Bijbel te weten. Dus ik stel hem allemaal van die theologische vragen. En dan gaf hij ook echt theologische antwoorden. Superleuk. Maar het duurde 4 weken. Vandaag de dag. Als je niet binnen 5 minuten, wanneer die vinkjes blauw zijn bij de app, hebt gereageerd, krijg je al een vraagteken van, heb je mijn vraag gezien? Weet je, mensen zijn niet meer zo
Herkent iemand dat? Ik zie wat mensen lachen. Ik denk, ja. Het is waardoor mensen er soms die blauwe vinkjes ook uitzetten, zodat je niet kan zien. Ik heb ook een truc. Ik heb wel blauwe vinkjes, maar ik open het gewoon niet. Ik kijk zo bij de preview zo. Maar dat is omdat we gewoon niet meer gewend zijn om te wachten. En het is dus ook zo dat we zo, het probleem is dat we zo ook nu naar God zo gaan denken. Heer, heeft u me wel gehoord? Ik heb een wonder nodig, nu. Nu. Vandaag. Eigenlijk gisteren. Ja, en dan een vraagteken sturen naar God. Hallo? Iemand daar? Bent u daar nog? Bent u druk met iemand anders? Weet je wel? Maar deze tekst herinnert mij eraan. Heb geduld. God heeft je gehoord. En ook al zie je het niet gebeuren, er gebeurt wel iets. En in dat wachten worden we gesterkt. In dat wachten wordt ons karakter gevormd. Ik ben dankbaar dat God ons soms laat wachten. Het zou wat zijn als hij altijd maar meteen deed wat we wilden. Dan zouden we van die verwende, irritante kinderen van God worden. Toch? Want welke ouder hier geeft zijn kind altijd alles meteen wat hij wil? Altijd! Het is niet een goed moment om nu je handen omhoog te steken. Ik zie iemand echt zo wijzen. Mijn vrouw, mijn vrouw. Ja, maar ja, nee, ik zeg niks. Ik hou mijn mond hier. Hou je mond, Gilbert. Nee, maar het is soms goed. Laat ik het zeggen, soms, oké? Soms. Het is soms goed om je kind te laten wachten. Soms is dat goed. Daarmee wordt iemands geduld getraind. Iemands karakter wordt getraind. En zo laat God ons soms ook wachten. Niet omdat hij gemeen is, maar omdat hij het beste met ons voor heeft. En wat wij willen is niet altijd het beste voor ons. Hij laat ons soms wachten. En als voorbeeld waarom wachten soms goed is. Ik ben dus iemand, ik heb dus een hele ongezonde gewoonte. Ik hou van midnight snacks. Zijn er nog meer mensen die dat willen? Vooral als ik van een, als we ergens hebben gespeeld, we hebben gezongen. En dan kom je naar huis, ga je naar huis. En dan zie je die gouden poorten in de vorm van een M. En dan denk ik, halleluja, weet je wel. En dan zegt de McDrive, come to me, all that you are weary and heavy laden. Weet je, dan denk ik, ah, maar ik heb ontdekt. Niet heel vaak. Ik geef vaak aan toe, zeg ik ook eerlijk. Maar als ik dan toch daar voorbij rijd, dan ben ik toch wel blij. Van, oh ja, het was wel goed dat ik nee heb gezegd. Dat ik niet meteen heb gekregen wat ik wilde. Of nog erger, ik had laatst was waren met Sharon en ik, waren we ergens, het was laat geworden en we mochten ergens dienen. Moesten klinkt zo gemeen, we moesten niks, maar we mochten ergens dienen. En toen zei ik tegen Sharon van, schat, zullen we Swarma bestellen? Dat is die andere, je hebt de gouden poorten en je hebt het lam. Nee, sorry jongens, oh wat erg dit. Ik voel me veel te thuis hier. Nee, echt erg, nee. Sorry. Maar het ding is, we hebben in Haarlem een hele goede Swarma tent. Maar s'avonds is daar heel druk. Dus als je daar bestelt, duurt het soms anderhalf uur voordat het komt. En ik dacht, ik heb zo'n honger. Oh, Heer Jezus, ik heb zo'n strijd. Ik ga dood. Maar toen zei Sharon van, ja, maar schat, moeten we anderhalf uur wachten. Morgen moet je er heel vroeg uit. Als het nu anderhalf uur wacht, is het 1:30 of nog later. En misschien is het beter dat je gaat slapen. Ik zeg, vrouw, je bent zo vervelend. Maar je hebt gelijk. En toen ben ik gaan slapen. En ik dacht dat ik in de nacht zou omkomen van de honger. Maar het ging helemaal goed. Ik werd de volgende ochtend wakker. En niet eens met honger. Om aan te geven dat soms wil je iets. En denken dat het goed voor je is. Maar als je leert te wachten. Dan merk je van, hé, zo nodig was het helemaal niet. Dus het wachten. God laat ons soms bewust wachten. Ik heb nog één gedachte en dan ben ik klaar. In de woestijn, toen het volk in de woestijn liep. Toen, ik weet niet of je dat weet, maar elke dag zagen ze wonderen. Ze kregen manna elke dag. Er is een discussie of ze elke dag kwakkels waren of dat één keer was, weet ik eigenlijk niet. Maar laten we het houden op manna, dat zaten er in ieder geval, was er elke dag. En hun kleding versleet niet, hoe chill is dat? Dat je zelf de kleding kan dragen. Schoenen die niet verslijten, hoe chill is dat? Blijft gewoon goed. En het allermooiste was, ze hadden die pilaar van vuur en die wolkkolom. Dat is echt te gek. De tegenwoordigheid van God was daar altijd. Dat zijn wonderen, lieve mensen. Dat is te gek. 40 jaar lang hadden ze dat. 40 jaar lang hadden ze dat. En we weten vanuit de Bijbel dat toen ze in het beloofde land kwamen,
Toen stopte dat. Toen moesten ze zelf eten verzorgen. Die wolkkolom en die pilaar van vuur was er niet meer. Kleding ging verslijten. En ik heb me wel eens afgevraagd. We zeggen wel heel vaak, we willen naar de promised land. We willen naar de promised land. Soms stel ik mezelf de vraag of we dat wel echt willen. Of we dat echt willen. Want stiekem kan je wennen aan de woestijn. Stiekem kan de woestijn best wel comfortabel worden. Ook al is het warm, net als hier. Het is een beetje warm hier. Ik dacht, ik ga naar het noorden in Friesland. Het is lekker koel. Maar dit is... Nee hoor, ik klaag niet. Ik hou van de warmte. Ik ben in een warm land geboren, dus ik klaag niet. Ik hou van de warmte. Maar je kan eraan wennen. En dat je dan denkt van, oh, dit is zo fijn hier. En als je dan in dat water staat, dat die koude Jordaan staat, met die ark, met het gewicht van de tegenwoordigheid van God op je schouders, kan je denken, ja, het is wel leuk hoor, Heer, maar het wachten duurt lang. Ik ga maar weer terug. En als voorbeeld, en dan ben ik echt klaar. Ja, sorry, ik heb 2 eindes meestal, soms 3. Maar ik heb nog 37 seconden, dus dit is mijn laatste einde. Dus als voorbeeld heb je soms ook, ik heb wel eens gezegd, als je wilt dat je gebed snel wordt verhoord, vraag een kind om voor je te bidden of iemand die net tot geloof is gekomen. Want op de een of andere manier, mensen die net tot geloof zijn gekomen, als ze dan iets aan God vragen, gebeurt het instant. Heel vaak, herken je dat? Dat ze dan zeggen, oh, ik ging daarvoor bidden en zo leuk God heeft gehoord. Dan denk ik, ja, leuk voor jou. Ik bid al een jaar. Weet je wel? Maar dat is denk ik omdat God zo werkt. En net als met ouders, ik bedoel, ik heb nu een dochter van 10 en ik heb een dochter van 3. Die dochter van 3 krijgt dingen eerder gedaan. Omdat ze gewoon harder huilt. Nee, maar het is anders. Die dochter van 3, die wil je gewoon stil hebben. Weet je? Herkent iemand dat? Ben ik de enige? Dank jullie wel. En met een ouder kind kan je praten. Ik heb je conversatie. Kan je zeggen, lieve schat, is niet handig. Is niet handig. En als ze dan gaat huilen, zeg je, nee, is echt niet handig, schat. Je mag kiezen, je mag huilend in de hoek staan. Of je mag gewoon luisteren. Maar met een kind van 3 werkt dat niet zo. En soms denk ik dat we als volgelingen van Jezus niet volwassen willen worden, omdat het zo heerlijk is om te huilen. En het is niet heel populair om te zeggen, maar ik voel me zo thuis hier bij jullie. Dus, en ik wil je echt uitdagen om die stap te zetten en zeggen, nee Heer, ik wil volwassen worden in U. Ik wil sterker groeien in U. Ik wil in dat water staan, ook al is het oncomfortabel, ook al is het koud, ook al voel ik de stroming, ook al zie ik niks veranderen, maar ik wil hier staan als een volgeling van U, als een priester van U, met Uw tegenwoordigheid bij mij, die mij draagt, die mij vasthoudt, waar ik me aan vasthoud. Ik wil hier staan, wat er ook gebeurt, want ik weet, U doet een wonder, ook al zie ik het niet. Ik vertrouw U, U heeft gesproken, ik zal het doen. En ik weet niet voor wie dit is, maar dit is wel voor iemand die zegt, die zoiets heeft van, hey, God vraagt iets van me, maar ik vind het knap lastig. Ik wil het niet. Ik wil niet met die persoon praten. Ik wil niet die persoon vergeven. Ik wil niet die persoon iets vertellen over Jezus. En die persoon is zo irritant. Maar dat je dan zegt, Heer, ook al zie ik niks veranderen, ik wil hier staan voor U. Met alles wat ik ben. Met alles wat ik heb. Met mijn laatste kracht wil ik hier staan. Want U bent het die mij draagt. Dus mijn vraag vandaag aan jou, en ik geloof dat ik die vraag namens God mag stellen, is om Hem te vertrouwen. Dat je het niet ziet gebeuren, wil niet zeggen dat er niets gebeurt. En we willen misschien allemaal lopen op het water. En als dat niet gaat, willen we dat God het water splijt. Maar ik ben hier om sommigen te zeggen dat het tijd wordt om te stappen in het water. En ik wil heel graag met je bidden. Als jij zegt, hey Gilbert, dit resoneert bij mij, dit raakt me. Ik voel dat ik mag staan in dat water. En misschien herken je jezelf in onze dochter van 3, nee grapje. Maar dat je denkt van, oh, ik wil zo snel dat God een wonder doet. Ik wil het nu. En dan ben je helemaal niet zo gek, want ik denk dat heel veel mensen dat willen. Ik heb ook vaker nog steeds momenten dat ik dat wil. Dat ik denk, hey, als je het nu niet doet. Maar dat je Hem vertrouwt. En wat ik wil doen is, ik wil je vragen, als jij zegt, hey, ik wil God vertrouwen. Ik wil stappen in dat water. Ook al is het oncomfortabel, maar ik geloof dat God iets van me vraagt om over te steken en te stappen in dat water.
En dat kan voor iedereen iets anders zijn. Maar in feite betekent het dat je tegen de cultuur in durft te staan voor Jezus. Durft te staan voor de keuze om achter Jezus aan te gaan. Wat het je ook kost. Dat je zegt, ik sta voor hem. En of je nou jong bent of ouder. Wie je bent. Als jij zegt van, ik wil staan voor Jezus in dat water. En dit geldt dan vooral voor de mensen die zeggen van, nee, ik doe dat nog niet zo als ik dat zou moeten doen. Dan wil ik je vragen om te gaan staan met mij. En dan weet ik met wie ik kan gaan bidden. Het is als een statement wat je zegt van, ik wil staan tegen de cultuur in. Ik wil staan voor Jezus. Ook al kost het me alles. Ik wil staan voor hem. En als je via de livestream meekijkt, dan mag je in de chat zeggen, een vingertje omhoog steken. Ik wil staan. En dan ga ik nu heel snel naar jullie livestream kijken. Om te kijken of er mensen een vinger opsteken. Kunnen jullie chatten in de livestream trouwens? Wordt er gechat in de livestream? Chatten mensen in de livestream ooit? Oké, top. Ik ben er bijna jongens. Mensen in de livestream. Dus ook als je thuis meekijkt. Of je nou op een device meekijkt. Of waar dan ook meekijkt. Als jij zegt, ik wil staan voor Jezus, in dat water, dan mag je je vinger opsteken in de chat. En dan wacht ik nog 30 seconden. Ik gok dat het ongeveer zo lang duurt. Ja. Ik zie duimpjes omhoog. Oh nee, dat gaat over geluid. Sorry. Ik reageer op alles in de chat. Ja. Maar als jij dus zegt, hey, ik wil staan voor Jezus. Ik wil staan voor Jezus. Dan mag je in de chat ook je vinger opsteken. En dan weet ik met wie ik kan bidden. Ik vind het zo mooi om allemaal jongeren te zien staan. En ik bid echt dat dit een eerste stap of een tweede of een derde. En jullie zijn al op de weg met Jezus. Dat is helemaal goed. Maar dat dit een volgende stap mag zijn om te zeggen, ik ga staan tegen alles in. En ik wil jullie voorgaan in gebed en jullie mogen mij nabidden. Is dat oké? Bid me maar na, zeg maar. Heere Jezus, dank u wel voor uw genade, voor uw liefde, uw trouw en uw geduld. Vandaag sta ik en ik wil stappen in het water, samen met u. Help mij om vast te houden wanneer ik niets zie gebeuren. Help mij om te blijven staan wanneer mijn benen moe worden. Help mij, Heer, om u vast te houden. En ik ben u zo dankbaar dat u niet loslaat. Op momenten dat ik zwakker word, houdt u mij vast. Dus Heilige Geest, ik wil u vragen. Leid mij hier in dit water. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Vader, dank u wel voor iedereen die staat en iedereen die zijn vinger heeft opgestoken. Ik dank u wel dat u ieder gebed heeft gehoord. Heer, en dank u wel dat u een God bent die hoort en verhoort. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen ervaren dat u met ons staat in dat water. Heer, en als het zwaar wordt, als we denken we kunnen niet meer, dat u daar bent om ons vast te houden. Heer, om ons te omarmen en te zeggen, nee, ik sta met jou. Heer, dank u wel voor iedere jong persoon die zegt, ik wil staan tegen de stroom van de cultuur in. Ik wil staan tegen de stroom van de populaire meningen in. Ik wil staan tegenover alles wat tegen uw woord ingaat. En ik wil staan voor u. Heer, ik bid, Heer, dat u ze zalft. Dat u ze vult met uw Heilige Geest. Heer, dat u ze omringt, Heer, met uw engelenwacht. Heer, en dank u wel, Heer. Heer, dat u ieder persoon zo heeft gekocht en betaald met uw kostbaar en dierbaar bloed. Heer, en dat uw kostbaar en dierbaar bloed nog steeds spreekt vandaag de dag. Luider dan wat dan ook. Heer, en op momenten dat we het niet ervaren, dat we het niet voelen, bid ik, Heer, dat we mogen weten in ons hart dat we gedragen worden door u, door uw genade. Dat we geleid worden door uw vrede en omringd worden door uw liefde. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.